Heb je nu een gevoel van teleurstelling, tevredenheid of wat denk je nu? Nou, echt tevreden ben ik niet natuurlijk. Want 15-0 en toe, ja, dat is een plaats die niet zo telt. Hè. Kijk, onder de eerste 10, ja, dat is nog een plek dat was voor gevecht gevochten. Daar hebben we gisteren een tijd kunnen voor gereden om in de eerste 10 te komen, maar dat mag niet behouden allemaal. Nu is hier die sprint getrokken. Jullie hebben als ploeg geweldig je best gedaan. De laatste 6 kilometer hebben jullie bijna uitsluitend op kop gereden. En dan komt, dacht ik, voor de zoveelste keer, alleen in Bordeaux is het goed gegaan, komt de Van der Aarde te vroeg op. Heb je dat kunnen zien? Ja, heb ik gewoon inderdaad te vroeg op kop. Ja, je had geen keus. Want we zaten hier aan de achterkant met z'n allen nog op kop. Maar hier een eentje verder zijn ze er allemaal overheen gekomen. En toen was het eigenlijk alleen nog Henderson. En ik wilde maar die echt helemaal voor waren. En die hebben op kop gereden tot hier de laatste bocht. En toen vielen ze ook stop. Het is niet eenvoudig, hè? Want nu kwam voor de derde keer Matthijs, die eigenlijk maar één helper had, Damen zagen. En die gaat eigenlijk profiteren van jullie werk. Ja, ja, die heeft zich ontzettend goed tussen gemanoeuvreerd. Ja, die kunst die verstaat hij wel, dat heb je al 2 keer van in bewezen. Hier gaat het aan 50 van uur. Is de ploeg op het laatst toch misschien een beetje erdoor gaan zitten? Nou, niet echt erdoor gaan zitten. Ik ben onderhand de enige ploeg die op een dergelijke manier werkt. En de rest profiteert alleen maar. Kelly tussen de wielen en Kastijn die zit in de wieletjes. Die hebben geen ploeg om zich heen. We zijn de enige ploeg die op een dergelijke manier opereren nog. Als we naar het beeld kijken, had ik die 2 vooraf verwacht? Ja, die had ik toch wel getipt allebei. Nou, die had ik sowieso als winnaar ingeschat. Gosti had ik ook een derde getipt, die had ik ook goed. Ik had Miller misschien op podium verwacht, maar die is toch een beetje stilgevallen naar de Ronde van Spanje. Ja. We zien daar het etappeklassement. Matthijs voor Kelly, Kastijn, Bontempi, Bauer, Van der Aarde slechts 6e, Trikens, McKenzie, Dan van Brabant en Van der Poel. Je hebt dus een keer op het podium gestaan. Vorig jaar ging het helemaal mis. Wat zeg je nu over jezelf als je nu deze 72e toer hebt afgesloten? Nou, achteraf bekeken valt het me nog mee. Gezien het parcours opgereden hebben. Kijk, de Alpen, dat waren geen Alpen. Dat had geen echte berggrip in. Dat is normaal jouw terrein. Normaal een terrein, ja. Ik zeg niet dat ik en heeft de sterren van helemaal gereden zou hebben, maar we kijken even naar het eindklassement. Ino op 1.42 Le Mans, Roach, Kelly, Anderson, Delgado, Herrera en toch een Colombiaan para. Gaan de Colombianen het in de komende jaren maken, denk je? Nou, die Colombianen die komen ons een beetje de kaas van het hout vreten. Hoe lukt dat? Ja, in de kool zijn ze geweldig sterk. Ze zijn niet te volgen, gewoon weg. En als je de situatie van een paar jaar geleden bekijkt, dan kan ik nog wel eens makkelijk profiteren. Als je nou in de trui zat, ik kan makkelijk met een groepje wegrijden, maar dat lijkt afgelopen, want nou openen de Colombianen veel te vroeg. Dus, en zo wordt de competitie steeds harder in de Tour, hè? Ja, de competitie is hard. Ik vind de sfeer ook een beetje verbeterd, moet ik eerlijk zeggen. Er wordt harder gekoerst, er wordt wat linker en gevaarlijk gekoerst. En ook harder, er wordt harder berg opgereden, er wordt veel meer aangevallen. Er staat een grote druk op. Er staat een grote druk op en de concurrentie is geweldig aan elkaar gewaagd. Het is een geweldig brede top. We hebben het net in de uitzending al erover gehad. Kan het nog wel dat je in het voorjaar eigenlijk een aantal klassiekers hebt en dan komen de kleinere ronden en vervolgens stap je hier in zo'n duurinspanning van 3,5 weken. Kan een moderne coureur dit aan? Nou, sorry. Omdat de top zo breed is, ben je eigenlijk verplicht om je helemaal te specialiseren. Eigenlijk Phil Anderson, die hebben een geweldig voorseizoen gereden. Bijna alle wedstrijden ga je alle klassiekers. En er werd ook nog eens van verwacht dat hij hier in de tweede puntjes op die ging zetten. Nou, dat is toch geweldig moeilijk. Hè? Op een gegeven moment kwam hij er door te zitten. Hij is eerst overheen gekomen, maar het heeft hem toch wel wat tijd gekost. Wat op zich erg jammer is. Oké, bedankt Peter. Bernardino blijft lachen. U zag dat hij de sleutel van de stad bereisbeheer is. Het kleine mannetje die op de voorgrond was en is. Gelukkig leuk. Want de mensen die daar achter de eend zien staan zijn trouwens de ouders van Bernardino. Een soort pagina privé is dit. En dat is de vrouw van hem. Jacques Audet staat erbij en die playboy is Bernard Tapie. Dit is Maria Canins.
de winnares van de ronde van Vanek voor de vrouwen. Zij heeft de gele trui daar en de groene trui is voor Janine Longo, de Française. De ronde van Frankrijk voor dames die dit jaar wat betreft de Nederlandse deelname niet zo succesvol was wat betreft het algemeen klassement, alleen Hagen als Rutte. Maar deze Canins was zo sterk dat Longo, die op de tweede plaats achter haar staat in het algemeen klassement, bijna een half uur achter de rug een plaats gevonden heeft. Maar dit zijn de bekende beelden, de mooie beelden van de huldigingen op de Champs-Élysées. Canin Quinters, Longo heeft groen en wordt tweede. En de jonge Française, Ovine, waar men heel veel van verwacht.